Zo, lieve vrienden, mijn huis is weer verder brandschoon. Enkel ik ben nog met het stofwerk bezig, want dat heeft ze niet gedaan. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag deze middag. En het is wel ook nog maandagmiddag. Nee, niet waar. Wel maandagmiddag, 17 mei. Dus Astrid komt vandaag weer. En we leven om 12:31. En ik ga zo eerst met de hondjes uit, heb ik dat maar weer gehad. Lekker betijd. En dan kunnen we gelijk aan de koffie wanneer ze komt. Ja toch, dan kunnen we aan het werk. Ja. Maar ik wens jullie ook weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Het is hier een beetje raar, vreemd, rot weer. Rijka! Goed zo. Hier. Goed zo. Denk erom, hè? Zo, die heb ik al aardig onder dwang. Of met dit ding begint ze het eindelijk door te hebben. Dus ja, vind je top. Maar in ieder geval, ik wens jullie toch wel, ondanks alles, een mooie, fijne, liefdevolle dag. Ondanks het raar, hier in ieder geval in de Melder is het raar weer. Dan regent het, dan is het weer zonnig en de lucht is o zo scherp. Ja, je hebt echt wel een zonnebril nodig, of het slecht weer is of niet. Die lucht is zo scherp van net. Hey, ik kan amper naar buiten kijken. Mooi, ik ga die deuren verdichten. Ja, ik heb een nieuwe motor in de buiten. Wat kan dat? Dan ga ik eerst even voor hem eten maken, kan hij weer naar binnen toe komen en dan kan ik met de hondjes weg. Dus ja, dat gaan we allemaal even doen vandaag. Ik ga ook mijn camera leeghalen op dit filmpje na. Ja, dat komt er van, hè? Op dit filmpje na, dat laat ik natuurlijk opstaan en de rest gaat allemaal weer naar mijn computer toe. En dan kan ik weer volop gang met alles weer in mappen te stoppen. Ja. Dus het komt allemaal wel goed, lieve vrienden. En dan kan ik ook weer gaan editen. Ja, dat kan ik even goed doen, want ik heb nog wel wat staan om te editen. En ik ben ook met iets speciaals bezig. Voor een speciaal iemand die ook in een speciaal kamertje zit in mijn hart. Ja, diegene leeft nog wel hoor. Ja, gelukkig wel. Want zonder diegene, nou nee, dan had ik heel veel verdriet gehad ook weer. Ja, maar in ieder geval, voor diegene maak ik iets speciaals. En ja, die zit zo diep, diep in mijn hart. Dat er moet er wel even iets speciaals voor komen. Maar dat merken jullie allemaal ook nog wel. Ik ben er nog druk mee bezig. Dus ja, het komt goed, lieve vrienden. Ik heb er gewoon weer zin in. En de hondjes. Nou, deze vlog maar aan jullie opdragen, de spelende hondjes.
Ja, ja. Oké, dat zijn dus de spelende hondjes. Hè? Ik ga er tussenuit. Ik ga met ze lopen. En ik zou zeggen, ik zie jullie straks wel weer een keer. Ja. Gisteren heb ik trouwens helemaal niet gevlogd, want ik ben totaal vergeten. Ik zou het gaan doen en toen kwam er weer tussen. Toen ben ik met de honden uitgegaan en toen dacht ik, nou als ik thuis kom, moet ik maar weer doen. Maar onderweg had er eentje geappt, dus ja, je gaat zitten en je kijkt, begin je weer te appen. Toen kreeg ik weer telefoon van elkaar en helemaal vergeten. Ik denk, laat nou ook maar, het wordt op een gegeven moment 7 uur. Ik zit nog niet aan het filmen geweest vandaag. Dan maar niet hoor. Ja, dan houdt het op hè. Maar lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En doe wat je doen wilt, doe wat je doen moet. En wees lief en aardig voor elkaar. Doei! Zo lieve vrienden, mijn huis is weer verder brandschoon. Enkel ik ben nog met het stofwerk bezig, want dat heeft ze niet gedaan. Nou, dat wil ik toch ook gedaan hebben, dus ik heb dat allemaal gedaan. Dat moet nog even, ik ken het weer terug op de tafel. Maar wat valt mijn oog nou op? Hoe lief. Zo mooi. Echt toch? Ja, dat vind ik zo mooi. Zo teder. Nou, wauw. Dat gebeurt niet vaak. Dus ja, ik denk dat laat ik jullie eventjes zien. Zo geweldig, zo mooi. Heerlijk, zo lief die twee. Maar ja, ik ga dus verder met dit werk. En dat trappetje heb ik daar neergezet omdat ik de vaas bovenop heb gezet. Maar dat trappetje moet ik ook nog schoonmaken, dus daarom laat ik het daar staan tot ik hem ook schoon heb. En die komt vanzelf schoon als ik. Hier moet ik nog langs, dat moet ik nog doen. Dus ja, komt allemaal nog goed. Dus zeggen lieve vrienden, hou vol goede moed en tot later. Wij gaan naar bedje toe, want het is al heel erg laat. En het vrouwtje is ook moe. Ga jij ook mee naar bedje toe, Elwin? Ja, ik hoef niet de kat te roepen. Elwin? Die zong er ook mijn hand. Ja, jij nog niet, hè? Nee. Maar het is al heel erg laat, lieve vrienden. Het is 2:50. Dus ja, tijd om naar bedje toe te gaan. En om te slapen gaan, hè? Ja nou. Dus lieve vriend, ik zou zeggen, we sluiten deze dag af. Het is alweer een volgende dag, het is alweer een dinsdag. En het is mooi geweest voor vandaag, de maandag. Dus ja, ik zou zeggen, welterusten, jullie slapen al. Maar ik ga nu slapen. Maar in ieder geval, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.